Leuk is dit, hè? Kijk gewoon in de woonkamer. Zo, hij is lijp gewond dat beest. Oh. En als hij het niet haalt. Zo. Kijk, dat is nou een hol van een veemol. Hé, hey, je hebt hem. Wow. Als je dat 020 profiel hebt, alsjeblieft verwijder dat. Want dan ga je geen vrouwen mee aan de haak slaan. Good morning, Marijn. Oh my god. Hey, goedemorgen. Oh mijn god. Ja, die hadden we, ja. Dood. Altijd. Leef nog volgens mij. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Dit krijg je dus als je eentjes gaat voeren. Kan allebei. Kijk, komen ze nog helemaal naar je huis. Hey. Hebben we iets te eten, jongens? Iets natuurlijks, stukje appel of zo? Want ik las in de comments dat brood niet goed is de vorige keer dat we ze gingen voeren. Maar ze komen steeds dichterbij. Zo dichtbij komen ze nog nooit. Dus dat hij met die groene kop, dat een mannetje is en dat andere vrouwtje. Cashewnoten? Ja. Cashewnoten? Ik weet niet, cashewnoten. Ik weet het niet. Lekker vet voor die beesten. Stukje appel, dat is gewoon puur natuur. Stukje appel kan wel. Appel! Kijk, stukje appel. Heel voorzichtig. Oh, dat is ze zijn heel schrikkerig. Heel schrikkerig. Hey. Ze eten uit je hand als je het heel netjes doet. Ja. Let's go, Marijntje. Als je heel voorzichtig blijft zitten en niet beweegt, dan gaat het gewoon echt uit je hand eten. Kijk. Kijk hoe dom ze zijn. Dit is het, ja, het mannetje zit heel zachtjes te kwaken. Maar die komt niet. Het is alleen het vrouwtje dat het komt. Ze moet je stukje gooien naar die. Leuk is dit, hè? Kijk gewoon in de woonkamer. Gaan we ze naar binnen lokken? Ja, let's go. Marijn, lok ze naar binnen. Lok ze naar binnen. Scheiden ze straks mijn hele. Hè? Weg. Ze krijgen het niet weg. Oh, jawel, nu wel. Oh, die waren te groot, die stukjes. Okay. Ja. De grote mule, hoe zeg je dat in het Fries? Grote mule. Mule. Prachtig dit. En ze blijven wel terugkomen, dat is wel leuk. Ja, okkenvoert ze altijd als ze zitten vissen daar aan het water. Oh. Ja, dan blijven ze terugkomen natuurlijk. Nou, ik ga mezelf ook voeren. Ik heb oma's gehaktbal erin. En haast niet van mijn eigen oma, maar dat... Oh. Maar de gehaktbal van oma's gehaktbal. Hier, oma's gehaktbal van de supermarkt gewoon. Kijk. Oh... Zo heet hij. Kijk, dit is mijn ontbijt. Zo, ik mis eigenlijk één bal. Een huisdier houden. Ja, ook jij voert die beesten de hele tijd, dus die blijft maar terugkomen natuurlijk. Goed. Ja, dat is wel, ik vind het wel leuk. Beetje leven in de brouwerij. Leuk gesprek altijd. Ja. Wat zitten jullie weer langs elkaar heen te lullen? Nee. Ik zei ja gezellig, hij zei ja gezellig. Toen zei ik van ja, leuk gesprek altijd. Wat? Dat vissen zit met die eenden. Oh. Hé, hey, waar heb ik mijn shirt gelaten, G? Ze komen denk ik niet naar binnen, omdat er zit hier een hele grote vent. Wel, hey, geef je ze nou fruit? Ben je wel goed? Is goed voor je. Hey, ben jij wel goed? Fruit geven, joh. Dat veel toch niet? Dat veel toch niet? Hij denkt tenminste wel na de ene lekker gevuld. Ja. Dat vult ja. Toch niet? Nee. Als ik honger heb, ga ik ook geen appel eten. Die hokken, jongen. Nee, maar ik las in de comments laatst, ja, die beesten aan het voeren was, aan het water. Je moet ze geen brood geven, dat is blijkbaar niet goed. Kunnen ze heel slecht verteren. Net als dat je een egel geen melk moet geven, dan raakt hij aan de diarree. Dus wij dachten nu even snel zo, wat kunnen we dan doen? Laten we een appel doen. Want een appel is gewoon natuur. Dat groeit aan bomen, dat komt voor in de natuur. Dus dat zal wel, dat is geen bewerkt voedsel, dus dat zal wel loslopen, toch? Maar, ja. Altijd als ik in de rib loop, zie ik iedereen brood geven. Ja, ik zie heel veel mensen gewoon met de zak brood staan. Hoppakee. Ja, dat is een oude traditie natuurlijk, hè, met de kleinkinderen. Ja, mag ik die appel? Ligt die daar op de... Ik denk wat leuk. Oh. Dit is okay, echt zo leuk. Hallo, eentjes. Hoor, je mag zeggen als de rib. Ze maken echt leuk. Kijk, als je erheen loopt, zijn ze gelijk weg. Ja, ja, zat je weer te lullen ook? Hij stond wel. Ja, als ik in de rib loop, zeg wat is de rib? Ja, de rib. Dat was de rib. Oh, jij weet het. Mooi, vertelt altijd alsof iedereen hier de buurt kent, ja. Weet je. Ja, en ik ga straks naar de Vos en dan ga ik nog even, weet je, naar Roak en dan ga ik even, ja. En dan denk ik iedereen, ja, wat lult hij nou? Ja, ga ik naar de Kolk toe en naar Kleipoeltje en dan zie ik het wel, weet je. Ja, natuurlijk naar de Veen. Mensen snappen het niet als hij gaat lullen, weet je, want hij lult gewoon in zijn eigen dorpse termen. We hebben hier gezellig gisteren met z'n allen even die waterpijp aangegooid, het was gezellig. Iedereen is lekker zijn dingen gaan doen. Ook en ik gaan zo weer open helpen op de moestuin. We zouden eigenlijk vandaag naar Friesland gaan, zouden we gewoon paard rijden. Roy, ik en een paar meiden, maar dat, ik weet niet waarom, maar ging niet door of zo. Wil je het Roy weten, helaas, we hadden wel zin. Maar dat maakt niet uit. En mijn opa, als je tijd over hebt, kan je me dan nog een keer helpen.
Althans, hij vroeg het niet. Dat zal hij natuurlijk nooit doen. Maar ik heb hem opgebeld. Ik zei, joh, we hebben tijd. Zullen we helpen op de moes staan? Ik kan de hulp goed gebruiken, dus... Ook al ik ga zo richting de moes staan, gaan we opa weer helpen. Ik heb er zin in, nee, wordt weer helemaal goud. Lekker dubbelzinnige dingen met opa. Dubbelzinnige grappen, goede verhalen. En we gaan weer wat leren natuurlijk. Over hoe je moet weten. En anders niks. Ga jij vanavond naar Friesland? Nee, dat was de bedoeling. Oh. Hier is brood slecht voor eenden. We weten het niet precies. Maar vast staat veel brood eten niet gezond is voor eten. Wat? Voor eenden, toch? Ja, dat is ik ook. Je zei eten. Ja, ik zit met eten in mijn mond. Ik kom niet aan mijn woorden. Brood is niet heel gezond voor eenden als ze te veel krijgen. En beschimmeld brood is zelfs giftig. Daarbij is het ook niet nodig om ze te voeren. Dus het is een beetje grijs gebied. Maar niet te veel. Het gaat weer om balans, hè? Nou. Ja, dit is een brasem. Hij is helemaal klom, hè? Ja, man. Zo. Hij is wel schadig. Hij heeft iets op zijn rug, dat niet klopt. Dat is een brasem, dit. Oh my god! Dit heb ik nog nooit in mijn leven gezien, ook. Hey, erg! Haal hem binnen, de krik. Oh nee, wat erg! Heb je hem op? Damn, man. Wat is zijn rug dan? Jesus Christ. Wat een unit. Ja, sorry, dames en heren, maar ik moet hem echt... Nee, dat is jammer! Oh mijn god, hij heeft een wond! Ja, dat had hij al. Hij is zelfs vaker. Oké, okay, ja, dat geloof ik. Zo is natuur. Handen ter of een blikje in de water. Oh, wat is zielig eigenlijk. Hoezo is het zielig? Oh, nou, ik kan dit niet helemaal. Maar heb je nog nooit vissen gevangen? Nee, dat heb ik nog nooit gezien. Oh, die zwemmen daar niet natuurlijk. Hé, hey. Dit vind ik... Oh, wat een... Oh, maar hij blijft zo rustig. Nou, dat vind ik... Ja, ja, de haakjes eruit. Pak hem even op. Oh. Hij is wel mooi, hoor, op die beschadiging na, hè? Wat is het dan? Een brasem? Brasem, ja man. Zo, hij is lijp gewond dat beest. Oh, zet hem maar terug, joh. Ja, joh. Ah, joh. Die hebben wel genoeg gevochten. Zo, die was groot. Zo, ik heb denk ik nog niets. Nee, ik heb hou nou eens op. Okke. Hele ja, mooi. Dat wil je niet, hoor. Zo goor. Ja. Maar het was een mooie vangst. Eerst vis je helemaal niks hier. En dan huis achter elkaar uit de sloot. Ik zei letterlijk ook net tegen hem. Ik zeg wel als ik wat bijvoer, dan val ik sowieso wel wat. Of vanavond sowieso. Ja. Anders zo meteen wel. En hij zei van ja, je dobberat onder. Nee, dat is de wind. Nee, maar dat is de wind niet. Ja, wedden van wel, dat is de wind. De tweede keer pad. En je hebt nu de brasem gevangen, nu de kaag nog. Marijn, wat ga jij nou weer doen? Ja, ik heb plastic gevangen. Nee, dat is een fuik. Wat? Nee, dat is plastic. Hey, nice man. Lekker bro. Dit krijg je met die eenden. Kijk, die gaan dan overal lekker poepen. Ga je mee ook? Ja, ik leg mijn engel hier ook mee. Twee sixpackjes mee voor bij opa onder zijn overkapping of in zijn schuurtje kan hij doen. Heeft hij ook altijd wat te drinken. Die vindt de focus ook af en toe wel lekker. Wat zou er gebeurd zijn met de rug van die vis? Ja, ik denk gebeten door een andere vis of zo. Denk ik. Het is wel echt zo'n bijtwond soort van. Je ziet allemaal van die kleine... Stuurslot op. Stuurslot. Eeuw, eens even kijken of over rooi. Denk het wel. Ja, wat moeten we zijn op doen? Tijd, dus ja, nog meer onkruid wieden. Nog meer helpen met poten. Dingen waar wat lastig is qua bukken. Oké. Okay. Daar moeten we bij helpen. Heer Joop. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben wat mee voor u. Zo. Zo. Ja, we hebben nooit. Je kent het maar nooit, weet je. Goed. Kijk, dan heb je altijd... Iets wat je kan hydrateren, opa. Ja, dat is waar. Ja, daar ja. Met focus meer mans, hè. Stuk je hoofd nog niet? Nee. Ja, gaat dan net. Ja, nee, dat gaat makkelijk. Kijk maar. Ja, dat gaat hier. Gaat er zit nog een centimetertje of 4-5 tussen, denk ik. Ja, dikker maar. Nee. Zo, wat zijn onze aangewezen taken vandaag? De aangewezen taken, nee, die zal ik jullie even laten zien. Kom er maar even mee, gaan we eerst even ontzetten. Voor we gaan beginnen, gaan we onze eerste oriënteren. Ja. Je weet het, hè? Dat is bij die ene gebleven die weggevreten is. Dat is mooi. Daar stond er een die was weggevreten, maar dit is blijven staan. De krookjes die gaan het ook doen. Kijk. Aangewezen wat taak. Wat ik gedaan heb, dat is dus, laten we zeggen, de boel geschoffeld. Ja. Nou is er gelukkig geen regen opgekomen, dus we gaan een hark pakken en dan gaan we dat zaakje weghalen. Ja. Dat zit nou lekker los. Dat is de eerste orde. Dat is de eerste orde. Nou, je krijgt er 10 minuten de tijd voor. En als je het niet haalt, krijg je je bonus niet, hokken? Nee, dan krijg je geen opslag. Nee,
Knoop dat maar in je oren. Dus wij gaan eigenlijk het onkruid dat we de vorige keer hebben verwijderd, dat moeten we nu bij elkaar harken. En dan gaat de compost ook op, denk ik. Ja, ik ga dat even voordoen. Ja, ga het even voor. Heb je wel eens meer zo'n ding in je handen gehad? Ja, wel eens. Maar niet elke dag. Nee, niet elke dag. Zo, opa gaat even voordoen dan ook hoe het moet met de hark. En dan zal ik wel hier zo aan de bak moeten. Want daar heb ik vorige keer onkruid zijn wieden. Maar overal moet het nog verwijderd worden. Ik bedoel, hier groeit het ook nog allemaal tussen. Anders waait dat allemaal over, weet je wel. Allemaal tussen de paadjes zo, dan waait het allemaal over. En dan komt het in al die bakken terecht en in zijn kooi en weet ik het allemaal. Nou, het staat weer lekker vredig bij vandaag. Zo. Kijk, ook, ik krijg even een uitleg. Prachtig plaatje dit zo. Ik moet het hier gaan doen. Ja, maar ik bedoel. Of moet ik... Ik heb hier een hoop narigheid. Hier een hoop narigheid. Kijk eens even wat hier staat. Zal ik dat eens doen dan? Ja, als je dat wil. Ja, als ik dat wil, ik kom hier om jou te helpen. Dus als jij dat wil, dan ga ik even achter dat doel. Ga ik even onkruid wieden. Als dat een goed karweitje voor me is. Ja, dit tegen. Ja, dat is verschrikkelijk, hè? Ja, dat heet kweek. Dan moet je met wortel en al eruit trekken. Dit is kweek. Kweek, kweek, kweek. Je moet eruit trekken. Kweek, kweek en kwak. Ja. En wat dit is... Ik zie geen heermoes. Nee. Dit, kijk eens. Tussen de tegels. Oh, er zit wel heermoes. Ja. Ja. Dat is het allerergste spul. Ja, dat is kweek. Oer onkruid, zeg open altijd. Weet je wat dit is? Wat is? Dit. Een bloemetje. Dat zijn frambozen. Zijn dit frambozen? Ja. Die kun je er rustig uitsteken als je wil. Ja. Met wortel en al. En dan kunnen we ze ergens neerzetten. Oh, dat is leuk. Ja. Maar is dat ooit een keer ontsnapt uit je kooi hier? Of? Ja, maar dat, kijk, dat is allemaal van dat spul dat zaait als ik weet niet wat. Dat komt overal dan op. Weet je? Ja. Dus dat heb daar gestaan. En door de wind en zo waait dat zaad weg. Ja, maar dat geldt ook voor het onkruid. Dus dat onkruid moet weg. Dat geldt ook voor. Maar die ga ik wel versteken dan. En dan. Ja. Maar kijk uit voor dat jij er niet open haalt van draadjes. Ja, kom goed. Helemaal aangestampt en wel. Zo, het is keihard. Opa! Oh, ik heb ook zijn bakje leeg gegooid. Kijk eens, ik heb een hoop compost voor je. Zo. Het is gewoon echt zwaar, moet je voelen. Ja. Dan heb ik al het aarde eraf ge... Ja. Voel je dat? Ja. Ja, ik zou zeggen van, ja. Kilo's en onkruid. Gooi er maar bij. Een bepaalde rust die over je heen komt, weet je wel, op zo'n moestuin. Ik snap dat opa hier veel te vinden is. Kijk, hoppatee. Ja. Op. Dat was maar heel weinig, gelukkig. Serieus zwaar zijn emmer. Wat een laag onkruid, ouwe. Allemaal uit één hoekje van die moestuin. Was er amper meer bij. Zo, dit wordt weer een goede dag. Vanavond ook lekker benen trainen. Vitamine D pakken. Aangezien het onkruid nu een beetje weg is in die hoek daarachter, dacht ik, nou, ik ga het even steken. Ga ik even die plantjes er mooi uithalen. Is dat een beetje onkruid? Is het een beetje weg gaan halen voor me? Nou, dat is een pak check. Oh. Zo, oh, dankjewel. Ja. Kijk eens. Oma, dankjewel, zou ik zeggen. Opa en oma, dankjewel, moet ik zeggen. Gewoon weer een broodje met spek en ei. Of is het alleen ei? Nou, hoe dan ook, het is voedzaam. En dan vieren we ook nog een verlaten paasje. Paaseitjes? Die hebben we ook nog. Is smakelijk. Ja, het is met spek nog. Oh, doet allemaal dat te goed. Er is gewoon iets. Een beetje smeren klauwen in je blote pens in de zon. Broodje eten. Je proeft zelf die aarde en het zand, want het moet echt geen reet gaan. Dan moet je denken aan vroeger dat ik dan met die gasten in de zomer ging bijverdienen. En dan gingen we bollen pellen bij de kwekers. Dan zaten we aan een lopende band bol te pellen. Dat ruikt precies hetzelfde. Kijk. Ja. Zwarte koffie. Klopt je wel. Is het een meisje geworden? Ja. Oh nee, te groot hap. Als je werkt, verbruik je energie, hè? Ja. Dus dan moet je een beetje opvullen. Mm-hmm. Er wordt nog steeds niet gestoken. Ik krijg gewoon een nieuwe taak. Dit heeft prio. Dit moet naar buiten. Wat moet er naar buiten? Oh, geur. De geroffies. Oh, geroffies. Maar ik heb ze niet allemaal nodig, want dat gaat er niet in. Ja, maar dat is augurk groffie, hè, ook. Eén zo'n plantje, die met onze ranken, dat wordt zo groot. Dus als je er twee of drie neerzet. Hoe groot wordt dat? Met al die, als die ranken gaat krijgen, ja? Nou, die kunnen wel anderhalf, wel twee meter worden. Ja, joh. Zo'n rank. En aan die ranken komen die groffies, die augurken. Maar die groeien niet omhoog?
Dus ze groeien over de grond? Ja, over de grond gewoon. Dus deze moet ik gaan poten in de kooi nu? Ja, want delicatessen. Want delicatessen. Nou, even een schepje erbij pakken. Je hebt de maten zien er een stuk beter uit. Hé? Je hebt de maten zien er een stuk beter uit. Dat is het verschil, hè? Ja. Hoorde je die scheet niet? Ja. Er komen bloemetjes in de aardbeien. Aardbeibloemen. Ja, dat zijn doorbloeiers. Ja joh. Ja, die komen heel laat. Dat waren hele kleine stekjes waren dat. En nou komt het op. Nou komt het op. Kijk, en hier komen dus ook allemaal kleine peertjes al in. En weet je wat dit is? Ja, dat zijn peertjes. Mooie peertjes. Ja, zie je ze komen? Ze komen allemaal op. Zie je het? Allemaal kleine peertjes. Dat is een bloemetje geweest. En dat bloemetje dat is bevrucht door een bij. Met nectar en dat soort dingen. En dan krijg je dit. Kijk, ja joh. Je ziet ze zo zitten. Kijk. En dat is een Duchenne is dat. Dat worden zulke grote peren. Dat zou je nou niet zeggen. Nee. Daar maak je stoofpeer van. Nee, stoofpeer staat daar. Stoofpeer is heel wat. Dat is deze toch? Oh. De stoofpeer is een keiharde peer, die kan je niet zo eten. En daar maar keukensje. Maar kaneel als jij. Nou, Okke die gaat nu aan de bak met waterlood en ik dus met de groffies. En waterlood, dat is dit. Dat zijn die krengen die hier uitgroeien. Dat moet dus niet, dus je mag Okke eruit gaan knippen. Waterlood. Onthoud het. En dat krijgt elke boom, zegt hij. En dan moet jij dus knippen. Ja, dan dit soort stengeltjes. Ja, dat moet je zo hier zijn. Net bij dat groen. Ja, doe jij het is voor. Doe jij het is voor. Dat volgen ook bij deze. We hebben het volgende voor meegenomen. Kijk. Okay. Je doet dit. Hup, één eraf. Die moet je er allemaal afknippen zo. Nou, er zijn er een paar, dus ik zou zeggen. Kijk. Succes. Ja, kijk. Dit niet. Nee. Maar waar die dus. Alleen het groene. Alleen deze, die moet er vanaf. Alleen het groene. Oh, dat gaat ten koste van de boom. Als je dat laat gaan, dan wordt het heel hoog en je hebt er niks om. Hier heet schaar. Yes. Zo, als je haar nog geknipt moet worden, dan doe ik het er ook mee. Dan gebruik je hem niet vaak, denk ik. Nee. Kijk, Don. Ja. Naast de bonen. Ja. Tuinbonen. Zo, hier maar een beetje. Zo, hier eentje. Ja. En... zet er hier dan ook maar eentje. Hoeveel moet ik er zetten dan? Ja, drie. Drie stuks. Beetje uitsplitten. Ja. Beetje uitrommelen. Zo. En je doet dit zo. Ja. En dan knijp je. En dan doe je dit. En dan krijg je dit. Ja. Dit. Dus okay. De kinderen gaat lekker uit de wind zo, weet je wel. Ja. 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 Dan moet je even rekening mee houden. Dus je wil hier, kijk, krijg je gewoon. Moet ik hem nog een beetje ophogen, zodat voor het water of wat niet? Ja, een beetje aandrukken. Ik kijk even of je het goed doet. Ja. Ja. Zo. Zo, goed gaatje maken. Goed los. Aan de onderkant, dat goed kan wortelen. Ja. Ja, doe hem erin. Doe hem erin zo. Toedekken. Je doet dit of je thuis bent. En nou een beetje erin drukken. Zo. In zijn geheel. Ja, en dan een beetje naar de toe halen, de grond. Ja. Zo eromheen dat het lekker warm staat. Ja. Heel goed. En zo is het. Kijk, moet jij eens opletten wat de mooie komkommers of groffies we krijgen. Is het voor jou niet heel apart dat een tweede generatie nu... Ja, jou helpt op de moestuin, terwijl 40 jaar geleden toen je mee begon, toen waren je kinderen nog jong. Ja, is jij dat... bent, ja, ik vind het leuk dat jij het leuk vindt. Ik vind het leuk. Ja, nou, kijk. Kijk zo. Ja, zo. Een klein beetje zo voor de regen. En daar zo en daar zo. Ja. Dan moet jij eens opletten. Gaat helemaal goed komen. En dan ga je straks een beetje spuiten met die spuitjes zo eromheen. Ja, even bevochtigen. Zo, dat zit best vast nog, die grond. Ja, dat moet goed loskomen, hè. Daarom moet je het goed losmaken de onderkant, dat goed kan, dat die wortels goed zijn weg kunnen vinden. Ja, ik vist gewoon de grond. Kijk, de grootste moest ik pakken, zei opa. Dus dat doe je zo tussen je vingers. Dan knijp je een beetje. Hoppatee, voorzichtig. Plaatsen we dan hierin. Recht. Ik snap het, dat je hier de hele dag zoet mee kan zijn. Je bent zo met jezelf zen en gewoon helemaal aandrukken zo. En het is ook echt een gemeenschap. Er is altijd wel iemand hier aanwezig, weet je wel. Vaak meerdere mensen natuurlijk, maar altijd wel iemand. Die zijn allemaal lekker aan het tuinen en ze kennen elkaar allemaal. Ze delen allemaal kennis en dan komt er weer iemand nieuws, gaat er weer iemand weg. Het is gewoon een klein gemeenschap hier, weet je wel. Deze ziet er wel goed uit. Kijk eens. Mooi plantje. En ja, je zaadjes, die moet je niet te warm bewaren. Want ik ken het niet meer ontkiemen. Dus die moet je niet te warm bewaren. Dan gaat dat eruit, die kiemkracht. knijpie, ja. Knijpie en begrijpie. Ik heb altijd, als ik dan gewoon in mijn eigen dorp ben en met mijn opa en oma, of gewoon met mijn familie en vrienden, ga ik automatisch krijg ik meer mijn accent, weet je wel. Een beetje dat Leidsdorpse combo-accent. Nou, Okke, jij hebt altijd je accent, gelukkig. Ja. Ik
komen er allemaal mooie golfjes uit straks. Dat is in ieder geval wel de bedoeling. Onkruid weg. Het is ook heel goed te zijn, hè? Dat je huid in contact is met de aarde gewoon. Met de aarde letterlijk en figuurlijk. Kijk eens, één stuk. Twee stuk. Drie stuk. Opa, ze staan hoor. Oké, laat maar pompen. Even dit doen. En bevochtigen die zooi. Hé? En bevochtigen. Kijk. Ja, op afstand. Ja. Lekker hoor. Zo, heel tof. Heerlijk. Kijk, die andere twee daar. Jij mag het ook doen. Ja. Nee hoor. Dan wisselen we van rol. Ja. Wissel voor haar loop. Hij loopt vooruit. Er is echt serieus druk op, hè? Ja, ja, dat gaat best hoor. Zo, rustig aan. Beetje eromheen ook toch, zo? Ja, eromheen. Erop en eromheen. Ja. Is dat genoeg? Nee, even doorgaan. Zo moeten ze zo extreem nat dan? Ja, het moet even door. Even zonnetje gaat er van de komende dagen komt de zon erop. En dan mogen ze niet uitdrogen. Ja, zo is dat. Dus heb je toch bij de Action vandaan toen of zo? Ja, kost geen rol. Er zijn geen betere dingen als deze. Ja, zijn ze het goed? Het is fantastisch. Heel praktisch, hè? Ja. Zo. Lekker, druk gaat snel af. Ja, dan komt omdat hij nou leeg raakt. Maar je moet hem ook, als die niet goed dicht zit, dan pompt hij slecht. Ja, de druk zit er nu alweer op, hoor. Kijk ja, maar. Ja, nou wel. Kijk maar. Hier, kijk ja, wat een druk. Fantastisch. Lekker nat zo. Ja, en nu gaat het niet verbranden. Nee, kijk, hier staat een doek voor. Kijk eens. Ja, dat scheelt, hè? Ja, dat scheelt. De zon draait natuurlijk die kant. Zo is goed. Op. Nou, super. Oké, okay, super. Wisselwerking weg. Hoppakee. Lekker bezig, hoor. Al het water loopt weg. Ja, mooi om te zien. Hop, secuur werk, joh. Ja, uitkijk voor de planten. Zo, gaan die andere goffies weer de tuin in? Weer die, dat is Peter, toch? Ja, dat is Peter. Die is er ook elke dag, hè? Nou, die werkt nog bij mijn kweker ook. Die in de bloemen. Maar die heeft dan ook wel, ik geloof, de sjoerders altijd vrij is. Maar nu zit ik hem op dinsdagmiddag, hè? Mooi. Zo, die gaan weer terug. Hè? Dat staat er mooi bij allemaal. Maar het is ook altijd bizar om te zien dat als de zomer, een beetje midden in de zomer, ligt je hele vriezer vol. Ja. Die ligt echt vol. Ja, dat is waar. Kijk, dit is toch zo. Ja. Want dan zuigen ze het water op. Snap je? Heel goed. Als het heet wordt, dan zuigt hij het water op. Ik zit hier zo mijn onkruid te wieden. Ja. Hier zo. Ja. En ik was hier bezig. Kijk dan. Ja. Zie je dat? Ja, dan zitten ze meestal. Wat is dat? Dat is van een veenmol of zo. Maar dat kan ook, dus laten we zeggen, zijn nest zit meestal hier onder deze tegel. En als het goed is, zit er dan één bij en één flikke kaffiehanden. Oh, wat dan? Bijten ze? Nee, voor dit is veel scherp. Voor die kas? Ja, voor je handen. Even kijken eronder. Ja. Waar je hem eruit kan krijgen. Kaffiehanden, want er zit muurvast dit. Even spieren. Ja, dat gaat niet dik. Zo zit zo vast. Hij zit tussen twee tegels in, hè? Ja, doe maar niet, joh. Doe maar niet, Tom. Wat dan? Misschien zit er wel een veen mooi. Ja, maar je krijgt het niet weg, joh. Het zit zo vast. Het zit al hoe jaren. Zit het zo vast, joh? Ja. Maar wat is zo'n gat van een veenmol? Ja, denk het wel. Ik zat hier al die plantjes weg te halen. Ja, ja. En ik dacht, zie dat gat. Dus ik wil eigenlijk... Maar dan moet je het enige wat je kan doen. Eigenlijk opwippen met een scheppie. Nee, dan moet je hier opscheppen. Wacht maar. En we gaan nu ook... Even de kracht verdelen over die tegel. Gaan even kijken wat eronder zit. Ja. Kijk, wat is een... Hey, dat is spits. Ja, dat is een graaf, heet dat. Een landgraaf. Dan ligt er hier neerzitten, zo. Ja. Zo. Ik zie je hand bij het microfoontje houden, voor de wind een beetje, denk ik. Wat kan ik even doen? Ja, want ik ben bang voor mijn graaf. Dat ik hem verbuurt. Deze, dat is heel gevaarlijk. Dat is heel zonde. We proberen hem zo eens. Kijk, eronder komen. Kijk even je handen voor die dingen. Want je haalt je handen helemaal open. Nee, hè? Ja. Kijk, dat is nou een hol van een... Van een veenmol. Ja, dit is het. Kijk, ja? Of we wat kunnen vinden. Maar ik denk het niet. Dat is oud, of niet? Nee, is van... Die heeft daar gewoon een nest gehad. Heeft hij daar een nest gehad, ja? Ja, zeker. Die heeft daar een nest gehad. Houd hem maar weer dicht. Ja? Ja, houd hem maar dicht. Klaar. Nou, helaas. Ja, helaas. Vind ik heb wel wat gezeten. Ja. Het was een hotspot. Jammer, ze had erin kunnen zitten, hè? Hij had erin kunnen zitten, ja. Die komen juist uit die veen. Dan weet je dat dingen kunnen zingen s'nachts. Veenmollen? Wat zingen ze dan? Ja, de Wilhelmus. Ik heb ook van die kwekers gehoord, die ook die Piet van Benk die had een kwekerij. En dan bij windstil weer, s'nachts kwamen ze boven en dan gaan ze vliegen.
en dat maakt geluid. En dan gaan ze met honderden tegelijk, komen ze op zo, en dan hoor je fluiten. Ja joh. Ja, je zal, je zal het maar horen. Ja, maar dan weet je niet wat er gebeurt. Zo, gelijk met wat die doen, zo. En eng dat die beesten zijn. Ja, ze, ja, ze zijn verschrikkelijk eruit zien, ja. Hoe ze eruit zien dan. Ja, maar dat is ook zo. Maar okay. Piet zei altijd van, je hoort ze zingen. Je hoort ze zingen? Ja. Kijk eens om. Dan kan ik ook weer wat zaaien. Ja. Ja, zo gaat dat ook. Hè? Zo gaat dat. Kijk, hier heb ik ook nog even alles omgespit. Zo, hier zo, hier zo. Hier ben ik nog bezig geweest. Daar nog een beetje. Mijn opa die wil naar huis. We zijn alweer uren verder, joh. Het vliegt voorbij als je op de tuin bent, niet normaal. Van alles weer gedaan, alle drie. Zo, ben je tevreden, opa? Ja, dik tevreden. Ja? Ja, dik tevreden. Kijk, weet je, het is Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd. Dus zo zachtjes aan komen we er wel. Want er staat hier natuurlijk zand en dat moet ook allemaal weg. En dit en zus. Je blijft in de weer. En dan heb ik ook nog een gasbrander thuis. Kun je zo... Maar ja, dan komt het wel sneller op, denk ik, of niet? Met een gasbrander. Ja, je haalt de wortels niet weg. Nee. Wat jij doet is prima natuurlijk, dat je met wortel al eruit haalt. Ja. Oh, en dat steekje is gelukt trouwens nog. Kijk, ook die kunnen we meenemen, zegt opa. Oké. Okay. Hij weet zelf niet waar je ze kwijt moet, dus hij zegt neem maar mee. Dat zijn frambozen planten. Hey. Mooi, hè? Ja. Er zijn er drie. Die kunnen mooi, bij mij... planten. Hebben geen onderhoud nodig, die zet je neer en dat gaat groeien en dat komt altijd terug. Toch, opa? Komt altijd terug, toch? Dit jaar. En dan krijg je, als je die neerzet, dan op het eind van het jaar krijg je allemaal stekken vanzelf erbij. Oké, okay, en dat komt elke keer weer op? Ja. Mooi. Nou, neem me mee. Dan gaan we even wisselen, want dan kan ik... En dan kun je die jonge stekken neerzetten en de oude eruit halen. Moet jij je emmer nog? En je handschoenen? Ja, neem dat eerst maar mee zo. Of... Ja, maar ik bedoel die in de auto staan. Ja, die wil ik wel graag hebben. Want jij neemt dit weer mee. Ja. En ik plaats geen emmers meer. Dus... Nee. Nee, dat is goed. Ik neem de frambozen mee. Okke neemt twee golfjes mee. Het is erg teer in het begin. Die wil okken gaan planten. En je weet hoe je dat doet. Eruit halen, je vingers zo hier omdraaien. En dan zie je het wel. Nou, jij hebt ze al gepookt, dus jij weet hoe het gaat. Ja. Zo. En dan ga je tegen okken vertellen hoe het moet. Ja. Hoe vind je dat? Zo wordt doorgegeven in de familie. Nou, we hebben nog zelf mooie reserve, toch? Ja, zeker waar. Ik ben blij dat je dat wil. Dat is een goed idee voor jou, okken. Ja. Ik denk dat jij wordt een echte tuinder, hoor. Ja, ik geloof het vast. Je bent niet weg. Klappen, je bent hier niet weg te slaan, man. ik heb je nog niet zien mappen, dus dat valt er wel mee, denk ik. Ja, nee, als dat gaat gebeuren, dan een bergje dan maar. Bergje dan maar. Laat ze niet omvallen, houd ze goed vast. Komt helemaal goed. Moet je wat hebben voor of zo bij zien kunnen zitten even? Ja, doe maar. Wordt wel lachen dit, hoor. Die frambozen, die kunnen dan, hoe lang gaat zo'n plant mee? Oh joh, die ga je er straks inzetten. Dat moet wel gebeuren dan vandaag ook. Ja, doe ik zo gelijk. Je doet ze erin. Ja. En niet zuinig zijn, gewoon tot zover. Nou, dan gaat verder wortelen. En dan, op een gegeven moment, aan het eind van de zomer, dan gaat die stekker geven, opnieuw. En die kan je dan ook weer eruit halen in het najaar. Want normaal moet je dat in het najaar poten. Maar kan ook in het voorjaar. Okay. Maar deze, dat kan nog, het is nog voorjaar, joh. Het worden rode of gele frambozen, dat wordt de verrassing. We gaan het zien. Ik hoop op rood, maar geel is ook goed. Het is goud, dat is echt leuk. Doe maar in elk dingetje zo'n ding. Ja. Dat kunnen ze niet omvallen. Top. Zo is dat. Okay, man. Nou, doe je oma de groetjes ook van ons? Ja, dat ga ik doen. En dan super. Breng je nog even die emmer dan? Ja, dat is het laatste wat ik doe. En dan gaan we... Vergeet je telefoon niet. Ik vergeet helemaal niks. En dan gaan we planten. Oké, we zitten een beetje overal te kijken waar we kunnen planten. En we gaan het gewoon hier doen. Dit is de beste plek. Ja, die vier halen we er gewoon uit en dan planten we hier alles terug. Dus dat moet maar even. Ik wil gewoon even die dingen van opa aan mijn tuin. Dat snap je zelf ook wel natuurlijk. Jullie zijn helemaal tuinmannen geworden. Ja. Zo, dit zit nog goed in elkaar, alsof het uit het potje komt. Ja, dat komt het ook. Ja. Het is helemaal rond. Ja, als we die vier eruit halen, planten we deze vier ervoor terug. Maar deze kunnen we gewoon ook ergens anders poten op. Ja. Die kunnen we met vieren verdelen. Door de tuin heen. Ja, want ik weet niet wat dat wordt. Dat wordt iets met bloemetjes, denk ik of zo. Eén daarvan is ook dood. Nee, dus dat kan gebeuren. Maar kijk, hier kun je er alvast eentje terugplanten. Dat komt helemaal goed. We gaan het niet weggooien. Behalve die dooien. Je kijkt, dit is top. Hier. Zo. Hoppatee. Helemaal mooi. Plantjes daar weer neergezet. Daar nog eentje wat ik zei. We hebben daar nog eentje tussen gepoot. Nou, ze. Mijn okker zit te vissen. Hé, hey, je hebt hem. Je hebt hem. Wow, wat een. Ik filmde het precies, ook. Hé, hey, what the fuck is dit? Dit leek wel een script, dit. Hebben is hebben, maat.
Zo, moet ik je weer helpen? Ja. Brandje, kan jij filmen voor mij? Maar is deze niet nog groter? Ik kan wel een foto maken, lieverd. Die Mirko wordt gek. Die Mirko begint even te tetteren. Maat, wat is dit weer een braasem of niet? Dit is een... Ik zou het niet weten, maar ik wil het wel weten. Bro, what the fuck? Holy shit, dit is een blazenmeer, denk ik. Mijn god. Jezus. Je moet even een matje hebben eigenlijk of zo. Ja, je start. Je moet even een matje gaan kopen, want als je zulke knoeperts gaat vangen op een gegeven moment. Jezus. Ja, ik vind dit ook zielig. Nou, ik vind dit echt niet normaal. Ja, als je hem niet plat drukt, dan... Oké. Kijk eens even. Hij gaat terug. Onder het slijm. Ja, pleur hem maar terug. Nou, maat. Je gaat beginnen te vangen, hè, hier zo. Dat is niet normaal. Insane. Ja. Holy shit. Wow, dat is niet normaal, ouwe. Je moet echt eens een matje bestellen of een kleedje. Ja. Je kan ook gewoon een kleedje pakken. Hè? Gewoon iets wat dat beest niet... De steen is niet zo lekker natuurlijk. En is dat nu omdat jij ook een lokaas hebt gegooid dag van tevoren? Ja. Nou, dat is toch een hele goede tip van de kijkers. En opa gaf die ook nog vandaag. Holy shit. Heel mooi, ouwe. Dat is niet normaal. Maar hij vindt het zielig. Ik vind het helemaal niks. Ik zie het thuis. Dit is echt, hier kan je toch niet vrolijk van worden? Dat beest ligt helemaal te kroperen van de pijn. Hé, hey, joh. Nee, oké. Okay. Ik ben blij dat jij het leuk vindt. Jij herstelt er ook van een schaafwondje. Schaafwond? Ik heb niet zo'n hele haak in mijn bek. Maar ja, ik weet ook wel, het valt ook vast wel weer mee. Ik vind het leuk dat jij het leuk vindt, Okke. Ik vind het leuk. Lekker vissen, Okke. Ik ben trots, want het, is echt, het wordt echt steeds groter. Het wordt steeds groter, ja, de vissen ook. Maar je gaat dit niet zo'n foto op je Tinder profiel zetten, want dan... Nee joh, ben je gek. Goed zo. Ik wil gewoon aan mijn broers laten zien. Juist, oké, dan is het gewoon een goede intentie. Is het niet aantrekkelijk als mannen gewoon een hele grote karp of zo? Nee, dat als vent, als je dat nu op je Tinder profiel hebt, alsjeblieft verwijder het. Want dan ga je geen vrouwen mee aan de haak slaan. Wel vissen. Nee, niet doen. Vind je dat sexy als een vrouw? Kapper, ik heb zo'n dikke vis gevangen. Nee. Weet je, die mannen zijn gewoon recht door zee. Ze laten zien hoe ze zijn. Recht door zee. Ja, oké, okay, maar het is prima. Maar dat is leuk inderdaad om naar je broer te sturen. Hou ik er gelijk weer uit. Ja. Ach ja, waarschijnlijk laat ze gewoon zien deze wie ik ben. Dit is wat ik doe. Ja, dus ook... Take it or leave it. Ja, lekker bezig ook. Okke, doe normaal, jongen. Je hebt de wind van voren. Ja, dit is een klein vorentje. Een klein vorentje. Ook heb een voren. Okke. Wekenlang vangt hij niks in de laatste paar dagen achter elkaar, haalt hij die vissen eruit. Dit is al je derde vangst vandaag ook, toch? Ja. Vanochtend en nu twee. Kijk. Mooi hoor. Snel terug. Ja, snel terug. Dit is eruit. Achter elkaar die okken. Ja, die... Oh, hij zijn niet snel. Oh, die is ook beschadigd, zie je dat? Ja. Yeah. Die is gewoon dood bijna. Oké, dames en heren, dat is dan. Als het zo doorgaat, dan vangt ook eens achter elkaar uit de sloot. Helemaal geweldig, joh. Wat een heerlijke dag weer. Echt gewoon weer zo'n dorpsdagje. Beetje vissen. En opa de hele dag op de moes staan. Helemaal zen. Die zon doet je goed. Je opa helpen doet je goed. Van alles doet je goed. We doen elkaar allemaal goed. Helemaal goud. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Morgen gaan we een angst overwinnen met Roy. We gaan op pad. Dus wees er morgen weer bij. Zijn angst trouwens. Het is... Leuk, anders zouden we het ook niet doen natuurlijk. Althans, ik vind het leuk. Hij misschien wat minder. Misschien vindt hij het wel leuk. Jullie gaan het morgen zien om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dan tot de volgende video. Later, toppers. Oké.